hij is wel goed getatoeëerd. Het is een beetje, je kunt er nog gaan over discussiëren of je dat allemaal even mooi vindt. Maar hij is om te beginnen in zwart-wit, dus het is een homogeen gebeuren. He? Het is twee engeltjes in de wolken, dus er zat best iets meer detail in. Het kampioensjaar waarin de derde ster werd gewonnen midden op zijn borst. Dat maakt deze man tot een echte Ajaxiet. Kiss Me, ja, die kennen we ook wel natuurlijk. Dit is echt een beetje, ja, dat is een beetje een geintje. Dat is een kut plek om getatoeëerd te worden ook. Dus je loopt de hele dag rond alsof je een klap op je bek gekregen hebt. Het zijn veel mensen die hier een verborgen message hebben, natuurlijk. Dit is een beetje een café-grapje. Spartacus. Troy is het een soort van... Ik vind hem door dat ding iets maken tot een rare... Goede tatoeage. Ik vind het een van de beste. Ik heb een keer een poster van hem die denk, wauw. Dat ding, dat zie je vanaf de bovenste rand van de tribune. Die heeft een andere voetballer erop. Ja. Nou, dat vind ik nog wel grappig. Zo'n man zou een hele eregalerij van voetballers kunnen hebben. Maar dit is dan wel weer een goed ding. Wat is daar niet goed gelukt in? Nou, dit is een beetje klein en op elkaar. Dus dat heeft niet wat minder overlevingskans. Want het is wel, ik vind het een prettige voetballer en een prettig mens. Dat is wat bewerkelijk. Op zich is dit niet een overdreven moeilijke tatoeage. Dit is echt een ouderwetse. Er zijn meerdere jongens in Den Haag die dit gehad hebben, denk ik. En Ojevaar is ook niet helemaal af. Misschien deed het zeer. Iets die ook uit de kast, of niet? Kijk, ik vind het wel een ludieke foto. Die ene, ja, staat dit is, als... dit is een vader wat op zijn been staat. Oké. Okay. Die portretje is wel goed. En dit is hem vooral een beetje vreemd. Dit is een beetje... Een bedelarmbandje met een voetballetje en een hartje. En dan zo'n infinity teken. En dat infinity teken is op een gegeven moment heel erg populair geworden. Omdat er een van die juffrouws een infinity teken had. Verwante. Die heeft er ook een paar op. Zo'n fucking bril. Tekst, mag ik een brilletje van je? En die heeft ook een hele grote... Ja, ja, die jongen die vindt zichzelf een hele bink. Dat hoort er ook een beetje bij, hè? Wat heeft hij? Dreamchaser, hij, ja, oké. Okay. Achter zijn droom aan. Dat soort term zal dat ongetwijfeld zijn trouwdatum zijn. Jolante, yeah, I walk through the valley. Ja, dat maakt hem dus een soort van nergens bang voor zijn en... Dit is ook een beetje een, ja, dat cupje, dat zal een Europa cupje zijn, ja, natuurlijk. Inter. Hij gaat er nu vanuit dat hij altijd zo'n kleine strakke opdonder blijft. Maar het kon maar zo zijn dat meneer Snijder over 20 jaar op de camping zit met een bierbuikje.